Vanuit Beelden voor de Toekomst is het altijd een van de doelstellingen geweest om een basiscollectie van herbruikbaar archiefmateriaal beschikbaar te stellen voor het algemene publiek. Met Open Beelden hebben we daar vorm aan gegeven voor de distributie van open video. We hebben een platform gebouwd wat dat mogelijk maakt en wat niet alleen voor de instellingen van Beelden voor de Toekomst als distributieplatform gebruikt kan worden, maar ook in de bredere zin voor de distributie van open videomateriaal. Met Open Beelden hebben we inmiddels ruim 3 jaar gewerkt aan een volledig open stack van software en toepassing van standaarden voor open video. En wat we geleerd hebben is dat die stack het ook mogelijk maakt dat het hergebruik op grote schaal plaatsvindt. En dat is immers een van de doelstellingen van het platform. Dus wat is de open stack nou? De open stack bij Open Beelden. Dat betekent dat de hele infrastructuur van Open Beelden open is. Dus het begint bij de broncode. Dus we gebruiken een open source CMS systeem en een open source transcoder, FFmpeg. Daarbovenop zit een laag van open standaarden. Dat betekent dat de bestandsformaten open zijn. Dat betekent dat ze herbruikbaar zijn wanneer technologie zich blijft ontwikkelen. Daarbovenop zit een laag van open content. Dat betekent dat het auteursrechtelijk vrij te gebruiken is. En daarbovenop hebben we een API en de API geeft aan dat de hele database gewoon gedownload mag worden en gebruikt mag worden. Omdat Open Beelden niet alleen bedoeld is voor instellingen van Beelden voor de Toekomst, maar juist een centrale plek wil zijn voor herbruikbare videocollecties, hebben we het platform uitgebreid met de mogelijkheid om portals in te richten waar je je eigen collectie in onder kan brengen. En hier wordt door verschillende instellingen gebruik van gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan publieke omroepen zoals de VPRO. Maar ook collecties van de Universiteit van Amsterdam bijvoorbeeld. Open Beelden is niet alleen bedoeld voor het distribueren van video, maar ook voor het hergebruik van video. Dus we hebben in ons project op 2 momenten een remixcompetitie gehouden in samenwerking met iFilm Instituut. We hebben daarmee gestimuleerd dat mensen aan de slag kunnen met ons archiefmateriaal en daar nieuwe werken mee kunnen maken. Los van individueel hergebruik van losse items op Open Beelden, die gedownload worden door mensen en bijvoorbeeld geremixed, wordt het materiaal ook op grote schaal hergebruikt door een aantal grote internetplatforms. Denk bijvoorbeeld aan Europeana, Wikimedia en het Internet Archive. Er zijn ook een aantal mobiele apps die gebruik maken van de Open Beelden collectie. Een voorbeeld daarvan is door Beeld en Geluid zelf ontwikkeld. Die heet Oorlogsmonumenten in Beeld. En die maakt het mogelijk om ter plekke bij oorlogsmonumenten archiefmateriaal te bekijken, zodat je wat meer kan leren over de context van het monument en waarom er überhaupt een monument daar staat. De andere is Vistory. Dat is de winnaar van de Apps voor Nederland wedstrijd van 2011. En die maakt het mogelijk om scènes uit het archiefmateriaal opnieuw vast te leggen, zodat je kan zien wat de huidige staat van die plek is. Open Beelden is in 2009 begonnen als een van de spelers in de open videobeweging. En we hebben met Open Beelden onderzoek gedaan naar hoe video op het internet werkt. Daar blijkt dat open licensering van video heel belangrijk is. En we hebben met Open Beelden project hebben we gezien en kunnen meetbaar maken hoe video open gelicenseerd op internet een enorme vlucht kan maken. In 2011 zijn we een samenwerking begonnen met Wikimedia. We hebben daar al onze beelden, onze video's op Wikimedia Commons geplaatst. Dat is de mediaarchief van Wikipedia. En die kunnen dan vervolgens al hun video's plaatsen in Wikipedia-artikelen. En hebben in 2012 het kunnen meten hoeveel dat gebruikt wordt. En hebben gezien dat deze video's in die artikelen 40 miljoen keer bekeken zijn. Dat is een enorm getal. Dus dit laat zien wat de enorme potentie is van het open delen van video op internet.